Welkom bij een college Frames and Framing. Een set van colleges uit de cursus Inleiding Communicatiewetenschap. Mijn naam is Carlo Hageman. Ik ben docent bij de opleiding Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Frames and Framing bestaat uit 5 clips waarin verschillende aspecten van het verhaal rond de frames en de framing aan de orde komen. Het eerste dat daarbij langskomt gaat over het nieuws. Nieuws is natuurlijk een belangrijk onderdeel in de communicatiewetenschap, maar nieuws is niet iets wat gewoon gebeurt. Nieuws is iets wat geconstrueerd wordt. Ik heb hier een voorbeeld van een constructie. Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar het zijn verkiezingen waarbij veel mensen niet gaan stemmen. Ze vinden het niet belangrijk genoeg of ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Thuisblijvers zijn er bijvoorbeeld in Gouda, een van de weinige gemeenten waar ook vandaag nog een verkiezingsmarkt was. Nog 1 keer werd er campagne gevoerd. Op de verkiezingsmarkt in winkelcentrum Bloemendaal trokken de vrijwilligers vanochtend weer alles uit de kast om de burgers tussen de boodschappen door te overtuigen. In Gouda kunnen de stemgerechtigden kiezen uit 13 partijen. Maar veel mensen kiezen voor de 14e mogelijkheid, wegblijven. Nou ja, ik moet morgen de hele dag naar school, dus ik ben in ieder geval niet thuis. Dus ja, geen tijd. Ik stem nooit gemeenteraad, nooit provinciaal staat, nooit Europees parlement, alleen maar Tweede Kamer, verder niet. Ik zou niet weten op wie ik moet stemmen dan. Maar er zijn toch overal campagnes geweest en zo? Ja, dat interesseert me niet zo. Omdat vooral jongeren niet erg warm lopen voor de stembus, heeft de burgemeester hen persoonlijke uitnodigingen gestuurd. Hij rekent op een tamelijk hoge opkomst in zijn gemeente. Dat is namelijk altijd zo. Vanaf 1990 ongeveer zit het opkomstpercentage in Gouda op rond de 60%. Dus eigenlijk gaan wij ervan uit dat we dat op 19 maart 2014 opnieuw gaan halen. De gemeenteraadsverkiezingen in Gouda verslagen door Gerry Eikhoff voor het NOS-journaal. Wat is jullie idee? Wat wil Gerry Eikhoff hier duidelijk maken? Ja? Waarschijnlijk dat er heel weinig mensen komen stemmen, want hij is wel heel blij met 60%, maar dat het toch eigenlijk niet zo heel veel is. Ja, de burgemeester is blij met 60%, maar je ziet eigenlijk al aan de gesprekken daarvoor, nee, ik heb niks, ik heb geen tijd, ik stem eigenlijk nooit voor Europees parlement, gemeenteraad, ik doe dat niet. Hè? Dat is geen gegeven, dat is iets wat Gerry Eikhoff heeft daar rondgelopen in het winkelcentrum en is daar mensen gaan interviewen en heeft ze op die meningen betrapt en maakt daar een itempje over. Hè? Hij heeft dat verhaal geconstrueerd. En nou is algemene uitdrukking is van nieuws is een venster op de wereld. En de vraag is nou eigenlijk, ja, dat venster op die wereld, wat is dat voor een venster? Nou, allereerst is het altijd een beperkt venster, want je ziet nooit alles. He, je ziet hier maar een gedeelte van de wereld, namelijk de kop van Afrika, Europa is duidelijk in beeld, maar de rest van de wereld is er niet. Nou, zo geldt dat ook met het nieuws. Het venster is er wel, maar het is altijd een selectie van wat er in totaal is. En daarbij is het ook nog een, er zit een kader omheen. Het wordt op de een of andere manier ingekaderd. Het wordt geconstrueerd. Er worden verhalen gemaakt. En een theorie die de laatste jaren in de communicatiewetenschap vaak opgeld deed, was die van de framing, het inkaderen. Framing is de laatste jaren is dat echt een buzzword in de communicatiewetenschap als het gaat over media. Namelijk, wij worden met z'n allen geframed door de media. Het nieuws is, het is niet objectief, maar het is een verhaal wat door journalisten wordt gemaakt en altijd in een bepaalde richting wordt geschoven. Nou, wat is nu die achtergrond van framing? Je ziet dat het in ieder geval, het is, als je even kort kijkt op Google naar een paar images. Je ziet allerlei dingen over het nieuws letterlijk geframed. Maar Fox News wordt vaak, een wat rechtse zender in Amerika, wordt er vaak van verweten dat ze zeggen fair and balanced te zijn, maar absoluut niet objectief bezig zijn. Proberen iedereen en alles, vooral de democraten, te framen in hun richting, namelijk het republikeinse verhaal of het Tea Party verhaal. Dat journalisten inderdaad heel erg bezig zijn met het vertellen van een verhaaltje, kom ik eventjes weer terug bij Gerry Eikhoff. Je had net het idee van, nou, heel veel mensen gaan er niet stemmen. Ja, die burgemeester die is nog hoopvol, die denkt 60%, maar ja, de rest geeft aan, ik ga niet stemmen. Bij dat itempje, een dag voor de raadsverkiezingen,
gebeurde echter iets vreemds. Iets wat je niet vaak ziet. Gerry Eickhoff brak halverwege het verhaaltje, brak hij opeens zijn verhaal af. En toen kwam hij met het volgende. En eerlijk is eerlijk, veruit de meeste mensen die we er in Gouda naar vroegen zijn wel van plan te gaan stemmen. Omdat ik het belangrijk vind om mijn stem te laten horen. Ik wil een goede partij kiezen en ik ga eerst kijken of het bij mij hoort. En dat is het eigenlijk. Ik ben gisteravond naar een debat geweest en dat was best heel interessant. En dat ga ik vanmiddag even helemaal nog weer voor mezelf doorlezen, want ik heb heel veel aantekeningen gemaakt. En daarop ga ik mijn stemadvies bedenken, of tenminste wat ik zelf ga stemmen. Gerry Eickhoff doet hier iets heel bijzonders, namelijk hij geeft eigenlijk zijn eigen ongelijk toe. Hij geeft toe, ik was een verhaal aan het maken, dat was, niemand gaat er stemmen, daar heb ik de mensen voor gevonden, maar... Toen ik er uiteindelijk was in Gouda, toen kwam ik erachter dat eigenlijk de meeste mensen wel gingen stemmen. Eén vrouw ging er zelfs een hele studie van maken. Even om aan te geven, Gerry Eickhoff is hier erg eerlijk, maar al die andere journalisten die een verhaal hebben. Je weet niet of het de werkelijkheid is, zo die al bestaat. Maar je moet altijd er maar op vertrouwen dat je een blik op de wereld krijgt. En ja, de vraag is, in hoeverre is die blik geframed? Bij deze clip wil ik jullie een opdracht geven, namelijk om uit een krant, een televisieprogramma of van een website, om daar een artikel te zoeken waar volgens jou een bepaald frame in zit, een bepaalde mening in zit. En het is dan bedoeling dat je die mening probeert eruit te halen en ook probeert eruit te halen op welke manier die mening tot jou komt. Welke woorden zijn er gebruikt om die mening te onderbouwen? Waar komt dat vandaan? En op die manier kom je op een eerste stap bij de media frames waar we naar gaan zoeken. Dit was het verhaal, het eerste verhaal, de eerste clip uit het onderdeel Framing and Frames. De volgende clip gaat over de achtergronden van de framing en de frames.